is gewoon echt of op wintersport zijn. Het is een en al sneeuw. Het sneeuwt ook weer zachtjes. Goedemorgen, het is zondagochtend. We zijn druk aan het inpakken. Het meeste staat al, zit al in de koffers en er zit al een koffer in de auto. We zijn nog even wat lekker eten aanmaken voor onderweg. En zo nog even voor het laatst genieten van het uitzicht hier. Uurtje, dan gaan we vertrekken. En dan een hele lange rit. Daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin in. Maar met een paar mooie tussenstops moet het te overleven zijn. Nog even een laatste keer van het prachtige uitzicht genieten. En het is zo mooi vandaag. Het is zo helder. Het waait wel echt heel hard. Heel veel golfjes. Maar het zonnetje is lekker. Ik ga het missen. Ik ga relaxen van mijn duim. Kijk hoe mooi. Zon over het komen weer. Ja. Ze doen trouwens echt heel veel. Aan het surfen en zo. Kijk of ik het kan laten zien. We zitten in de auto en die staat vol. Het kofferbak is volgens mij nog voller. En ik laat even zien hoe wij elke dag met de auto hier het huisje moeten verlaten. Zo stel. De motor is ook koud, hè? Ja. Voel ik al. En dan hier waar je niks ziet. Hey, mooi. Mooi, hè? We hebben de eerste tussenstop. Ja, ik knijp heel erg. Het licht is echt heel fel. Het is zo mooi als de achterkant. We hebben echt een hele waterval. Je ziet het volgens mij gewoon in beeld niet. Het is zo lekker weer. Echt jammer dat het nu heel lekker weer is. Hier gaan we dus zo naar boven rijden. Al die weggetjes. Heen en weer kronkelen. Je ziet het niet heel goed door de rand. Leuke weggetjes hoor, mama. Leuk is dat, hè? Ja. De auto heeft het wel heel zwaar gemaakt. Het is wel heel leuk. Voor hierheen. Je hoort je motor ook echt, hè? Die heeft het echt zwaar. Kijk dit dan. Je hoort je motor. Zo grappig, we komen net van de zon en nu rijden we in Zwitserland. Het is hier gewoon een en al sneeuw, ijs. 5 graden. 5 graden inderdaad. Net sneeuwde het ook heel even een klein stukje. Echt bizar, zo'n verschil. En het is vlak bij elkaar. Het sneeuw is gewoon later. Hier links is een lawine geweest. Ja. Het is gewoon echt of op wintersport zijn. Het is een en al sneeuw. Het sneeuwt ook weer zachtjes. Het is zo bizar dit. Ivan, als je vanuit die taag hier vanuit de zon komt. Kijk, het sneeuwt gewoon echt de auto in. En kijk hoe mooi als ik hem scherp krijg. We zitten gewoon weer op sneeuw. Heel wat uurtjes verder en we zijn op de helft eindelijk in Duitsland. We gaan zo even ergens zoeken om lekker te eten. En dan de tweede helft van onze rit. En zo ver zo goed dan nog. Het gaat best oké. Het wordt een dorstroming. Nog een keer.
Zo leuk, we zijn er dus bij Engen afgegaan en mijn ouders reizen heel veel, dus ik had mijn moeder gewoon even een bericht gestuurd van wat is leuk, waar kunnen we er goed af en ik kreeg een paar tips. Ik neem mijn shirt mee. Is goed, mop. De lades wil je nou dat pak dan. En toen stuurde die de navigatie ons helemaal een berg op, dus het is, ik zal het zo laten zien, maar het is zo'n mooi uitzicht waar we nu gaan eten. Ik vind het helemaal geweldig. Dit zien we dus nu, terwijl we gaan eten. Hoe geweldig. Sarah die heeft kipnuggetjes met patat en wat groenten. Ik heb een schnitzel. Ik ben in Duitsland en vind schnitzel lekker met patat en groenten. En Marco die heeft kalkoen met een echte hele bergsalade. Het ziet er wel echt heel goed uit. Ik vind het echt heel Duits. Duits eten vind ik altijd lekker. We hebben zo lekker gegeten. Ik zit zo vol. Echt super en het uitzicht blijft zo mooi. Dat was ook tijdens het eten echt top. Nu nog 7 uurtjes rijden. En we komen om rond 4 uur, half 5 thuis in de nacht. 18 uur verder en we zijn thuis. Ik ben kapot moe. Ik ga lekker gelijk mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En tot morgen. Doei!